Rajiv Gourdin, nieuwbakken voorzitter van de Jeugdraad Suriname, gelooft dat onderlinge dialoog en samenwerking een goed fundament kunnen leggen voor de toekomst van de jeugd. Dat zei hij tijdens de verkiezing van de leiding van de Jeugdraad Suriname in het bijzijn van de leiding van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken AWJ. Het bestuur Gourdin bestaat verder uit de ondervoorzitter Greslin Amotan en plaatsvervangend ondervoorzitter Asanrejo Similja. Gourdin sprak de jeugd van Suriname bemoedigend toe en zei dat duurzame ontwikkeling hoge prioriteit geniet bij de jeugdraad. En met al onze expertise en een goede mindset kunnen we bergen verzetten. Ik heb een droom dat wij als eerste jeugdraad Suriname de bouwsteen kunnen plaatsen voor een positieve verandering in onze gemeenschap. Laten wij onze mede-Surinamers bewijzen dat het anders kan. Laten wij de hoop voor de toekomst zijn. Laten wij alle Surinaamse jongeren achter ons krijgen, zodat hun stemmen echo achterlaat voor generaties op de volgende. AWJ-minister Stephen McAndrew bood namens het ministerie alle ondersteuning bij de uitvoering van projecten van de Raad. Het meenemen van de jongeren bij beleidsvormingsprocessen is belangrijk voor verbetering van de huidige situatie onder jongeren. Er zijn een groot aantal issues waarover de jeugdraad zich zal moeten buigen. En wij vinden dat dat niet kan in een stijl zoals vroeger plaatsvond. We vinden dat de jeugdraad geconcentreerd, gefocust op de issues moet kunnen zijn en ongestoord hun mening daarover moet kunnen geven, om zodoende toch wel te komen met nodige oplossingsmodellen of suggesties voor aanpassing van de wet. En ik heb het al eerder gezegd, als ministerie, zeker het directoraat jeugdzaken, maar ook op hoger niveau, namelijk de president van de Republiek Suriname, zullen we zeker luisteren naar jullie suggesties, aanbevelingen, oplossingsmodellen, omdat dat in principe het doel is van de jeugdraad Suriname. Nu de leiding gekozen is, kan de jeugdraad officieel van start gaan met de uitvoering van voorgeschreven projecten.